Ja. Eric, a question for you. Sorry, they will need to use a microphone. In het algemeen, hoe staat jouw ploeg ervoor? What can we say about the fitness of your team? Ja, ik denk goed. Ik denk dat we nog steeds fit en gretig zijn. We are very fit and we are very eager. Ik heb gezegd super fit. So I said, are you super fit? Is that possible? Dat blijkt wel in de laatste wedstrijden dat we inderdaad super fit en fris en gretig zijn. Super fit and that we are very eager and very fresh. Tottenham is dat niet. Ze missen ook spelers door blessures, ook door schorsingen. Tottenham has in hoeverre is het een voordeel voor Ajax dat je Son is er niet bij? Kees is er niet bij? Joep, de waarheid ligt altijd op het veld. En dat zullen we morgen gaan zien. Maar wij zijn fit en wij kunnen onze beste prestatie leveren. Dat weten wij. En als wij, denk ik, ons spel spelen inderdaad, dan hebben we ook een goede kans. Je eigen spel. Uiteraard. Mag ik ook een vraag stellen aan Donny? Zeker. Donny, ik weet even niet of jij erbij was, maar kun je even ons mee terugnemen naar juli vorig jaar? Dat was nog gewoon de Tour de France. Ergens in Oostenrijk. Tour de France, somewhere in Austria. Eerste wedstrijd. The first game that you played? Ja, zeker. Yes, dat is alweer een tijd geleden. Als je daar even op terug kijkt, well, en nu, hoe zie jij allemaal wat er is gebeurd met jou en met je team? Ja, heel veel. Ik denk dat we als team ook zelf ook, maar als team heel veel stappen gemaakt hebben. En dat we nu hier staan, hebben we keihard voor moeten werken. En daar moeten we van genieten, maar tegelijkertijd ook alles eruit willen halen. En ons... kunnen laten zien wat we altijd doen. Kun je één klein voorbeeldje noemen van een stap die jij hebt gemaakt? Van je zegt, ik ben gewoon beter geworden. Ik denk ook vooral fysiek. Ik denk als je kijkt toen de tijd en nu, dat ik gewoon veel meer wedstrijden in de benen heb. En dat ik ook wat meer ervaring, alles bij elkaar opgeteld. Dat daar het grote verschil in ligt. Dankjewel, Donny. Yes. Thank you very much, Donny. Milan. Heb jij een microfoon of niet? Dan krijg je hem nu. Erik, je kunt kiezen tussen Mazraoui of Veldman. Hoe fit is Mazraoui en op basis waarvan maak je de keuze? Hij heeft nu 2 dagen goed meegetraind met het team. Het ziet er heel goed uit. Er is zometeen nog een training. We hebben ideeën. We hebben weer een blok van 5 wedstrijden, 5 finales. En dan is het een prettige wetenschap dat we een fitte selectie hebben. Wie van de 2 gaat spelen, dat begrijp ik. Als je kijkt naar de onderlinge verhoudingen Spurs-Ajax met Madrid en Juventus, dus waren jullie altijd de underdog, althans ze werden het gezien door de buitenwereld. Nu kijkt men daar anders naar. In hoeverre verschilt het voor jullie? Maakt het wat uit? Nee, voor ons maakt het niet wat uit. Het zijn van die clichématige vragen of vaststellingen. Kan er niet zoveel mee. Uiteindelijk zei het net al, de waarheid ligt op het veld. Ik kan me voorstellen dat je wel op een bepaalde manier meer vrijheid kan voetballen als je echt helemaal de underdog bent. Als je tegen ploeg als Madrid en Juventus speelt. Nou ja, nogmaals, het maakt ons niet uit. Wij willen zelfbewust optreden, maar we mogen niet naïef spelen en hebben in al die wedstrijden gedaan. En als we dat doen, dan hebben we denk ik een goede kans. Dat is gebleken. Tottenham laat in de wedstrijden zien dat ze heel veel van systemen kunnen veranderen. Dat verschilt ook vaak in wedstrijden. Hoe bereid je Ajax daarvoor? Ja, ze wisselen van systemen, maar de principes die blijven hetzelfde. En dat betekent dus... Dat wij weten wat we kunnen verwachten, daar kunnen we op inspelen. En wat ik net al een paar keer heb gezegd, het gaat er vooral ook om dat je je eigen spel moet spelen. En op de dingen wat hun brengen, als hun verschillende gedaantes aannemen, dan moeten we anticiperen. En dat kan deze ploeg vrij aardig in de afgelopen periode. Eén vraag voor Donny nog. Donny, je bent een jongen van de club. Je bent een beetje groot geworden met het idee van het is moeilijk voor Ajax om in de halve finale van de Champions League te halen. Krijp je zelf wel eens... Alles loopt natuurlijk heel snel achter elkaar door. En we zijn in drie competities nog actief. En natuurlijk genieten we er allemaal van. En we hebben het erover met z'n allen. Maar tegelijkertijd heb je ook niet veel tijd om na te denken. Want alles loopt heel snel achter elkaar door. Uiteraard genieten we er heel erg van. Joep, wil jij nog wat vragen of niet? Joep, do you have any more questions? Een blok van 5. Yes, you said a block of 5 matches. I'm just counting, so twice Spurs, twice competition. Dan moeten we voor gaan werken. Dan moeten we gaan realiseren. Als dat komt, dan blijft er nog 1, maar dat komt al helemaal achteraan. There is another one, but that's all the way at the end. And then the Super Cup. Maybe the European Super Cup in a minute. Laat me nog niet gedacht dromen. 2 rijen achter alsjeblieft, Joep. Dan kan hij in 1 keer door naar die meneer. Okay, maybe then 2 rows behind. Thank you for Ten Hag. I have a question for you regarding the training session that you're going to have that is open to the public and to the press, something that is not really usual in the Champions League. But
I don't want this to stay as an anecdote. Why do you do it? I mean, what is the spirit of having an open session when there are other teams that it looks like they're preparing an atomic bomb? You know, you cannot see any minute, 1 minute, and you're open, you invite the fans. Why? Omdat wij dat het hele seizoen al doen, behalve waar de autoriteiten of de clubs waar wij op visite waren, dat niet geoorloofd vonden. En zo zijn wij heel Europa doorgegaan. En dat is al een traditie over een langere periode bij Ajax. En ik heb het overgenomen en het bevalt me uitstekend. Maar je krijgt ook een bepaalde vibe met je fans. En dat is prima. More questions from your side? Nog meer? No? You want to ask a question over here for El Pais, yeah? Mr. Ten Hag, both teams, Tottenham and Ajax, are based on the youth academy. It's an old-fashioned way of producing competitive teams, but both have proven that this way of relying on the youth is still highly could be successful. What do you need to do to make this possible in this era of inflation in the market, of super expensive players? What do you need to do to produce such a competitive team with the youth? Ja, om te acteren als een land, als really Nederland, als Ajax zijnde. En dan moet je creatief zijn. En dat betekent dat je creatief moet zijn in je scouting. En dus in je jeugdopleiding. En dan kun je dus een competitief elftal kun je creëren. En dat is wat we gedaan hebben. En dat is dan gebaseerd op filosofie en strategie. En ik denk dat Ajax daar door de jaren heen in de historie bekend om is en beroemd om is. Hoe ze dat doen. En dat Ajax het altijd weer gelukt is om vanuit de filosofie, dat is het fundament waar de vereniging, wat de club opdrijft. Foundation, that's really what thrives us, ja, as a club. Ja. Erik, we zijn hier in een prachtig stadion bij een hele grote Premier League club, maar ook een trainer die zegt Ajax is de favoriet. Daar ben jij het niet mee eens, maar heb je enig idee waar komt dat vandaan? Is dat angst? Hoe kan je dat verklaren dat zij dat zeggen? Nou, dat mag jij invullen. Ik ga daar mijn energie niet aan verspillen. Waarom zou ik? En nogmaals, wij bereiden ons team goed voor en dat doen we vanuit eigen kracht. Natuurlijk heb je rekening te houden, hebben wij respect voor de tegenstander. En dat nemen we mee. En zo hebben wij alle wedstrijden dit seizoen voorbereid. En of we nou in de Eredivisie spelen, tegen een goed team of tegen een minder goed team, of dan tegen de beste van Europa spelen, ja, zo doen wij dat. Respect voor de tegenstander, inspelen op de tegenstander, maar uitgaan van eigen kracht. Maar het groot verschil dat Ajax nu in een uitwedstrijd begint, want het was af en toe wel lekker de afgelopen weken dat je de tweede wedstrijd echt kon toeslaan. Je weet wat ons te doen staat. In ieder geval als je een uitwedstrijd, Europees is belangrijk dat je een goal maakt. Dat hebben we bijna iedere keer gedaan in Europa. Het is overigens niet de eerste keer. We hebben ook standaard Luik hebben we als eerste uitgespeeld. We hebben al heel veel ervaring met dat gaat dit seizoen opgedaan. En hebben twee keer gescoord. En ja, ik denk dat we dat mee moeten nemen. Ja? Hier vooraan, first row. You have two players in your squad, Daley Blind and Dusan Tadic, who have got Premier League experience. Will you be tapping into their knowledge ahead of the tie with Spurs? And if possible, can you answer that in English for us, please? Again, what is exactly the You've question? Got Daley Blind and Dusan Tadic. Will you be asking them for their experiences against Spurs ahead of this tie? Yeah, of course. We did it, of course, on purpose to get those players in. We had a very good young team, and from analysts last season, we had maybe a lack of experience, and we were looking for experience, and we looked on purpose in the Premier League because they know what you can deserve or how to win titles and how you beat big opponents, and they had to bring it in our squad, and that's what they did. Ja, Freek. Donny, even nog terug over dat genieten, hè? Donny, al die hoogtepunten dit seizoen. Als je terugdenkt aan jouw jeugdjaar, hè, Ajax in de Champions League, wat was echt een wedstrijd of wat is jou echt bijgebleven als jouw hoogtepunt van Ajax in die tijd in de Champions League?
Ja, goeie. Ik heb genoeg wedstrijden gezien in de arena. En mijn eerste wedstrijd was Ajax Celtic, geloof ik. En dat was ook de debuutwedstrijd voor Ajax. En dat is wel iets wat me altijd bijblijft. En de Champions League zelf? And the Champions League itself? Want als kind Ajax volgens me is een bepaalde wedstrijd geweest waar je herinneringen aan hebt overgehouden. Toen de tijd. Ze zijn nooit echt, toen ik in het stadion was, zo ver gekomen als nu. Dus dat is wel mooi. Thuis Ajax, Dynamo Kiev, bijvoorbeeld dat ze de Champions League haalden. Ja, dat was ook mooi, de sfeer en alles. En ik ben blij dat ik het zelf ook mee mag maken. Donnie zit naast je. Staat hij misschien wel het meest symbool voor de ontwikkeling die jouw ploeg heeft doorgemaakt? Kun je beschrijven welke ontwikkeling jouw ploeg heeft doorgemaakt? Ik weet niet of hij het meest, want ik denk dat ik heel veel spelers kan noemen, maar Donnie zeker ook, dat hij een hele goede ontwikkeling heeft doorgemaakt. En met name, laat ik het woord volwassen. Ik denk dat ze volwassen zijn geworden. Dat ze gerijpt zijn in het afgelopen jaar door de ontzettend vele wedstrijden. De vele wedstrijden die ze natuurlijk in Nederland, maar zeker in Europa. Dat nemen ze mee in hun bagage. En dat zal hun sterken. En ik denk dat ze dat ook vooral in hun ontwikkeling en op weg naar een grote carrière. Is dit denk ik een heel belangrijk jaar geweest. Want die ontwikkeling is, denk ik, progressief verbeterd, vooruitgegaan door dit jaar, door de ervaring van het spelen van vele topwedstrijden. En het team is in elkaar gevallen en is iedere keer beter geworden. En zo zijn ook de individuen beter geworden en zeker ook Donnie. Bij voorgaande 22 Europese wedstrijden heb je alleen van Zenit en Real Madrid verloren. Wat doe jij anders dan andere trainers? Dat weet ik niet. Daar ben ik niet bij, wat andere trainers doen. Wij geven altijd alles. Wij bereiden de ploeg minutieus voor. En in een soort tweeluik is dat vaak succesvol gebleken. En we willen daar graag mee door blijven gaan, uiteraard. Maurizio Pochettino is living the dream. He's living the dream because his team have reached semi-final of the Champions League, but surely it is you who are living the dream. Engels of Nederlands? Nederlands. Natuurlijk. Yes, wij willen dat volhouden. En het is fantastisch om in de halve finale van de Champions League te staan. Dat had niemand kunnen verwachten aan het begin van het seizoen, dat een Nederlandse ploeg in de halve finale van de Champions League staat. En als jij dat als club bent en denk ook de manier waarop, dan is dat fantastisch om te ervaren en om mee te maken. En dat rijp je en dat is geweldig voor je bagage. En we willen dat inderdaad volhouden. Want dat is denk ik een beetje het motto van deze ploeg. We hebben iets bereikt, maar we willen meer. En we willen beter. En we zijn niet tevreden, want tevredenheid leidt tot luiheid. En we willen iedere dag beter. Yes, Simon. Donnie, ben je zenuwachtig? Donnie, are you nervous? Nee, eigenlijk helemaal niet. Maar ik heb wel, wel heel veel zin. Met name als je op het veld komt en je ziet zo'n fantastisch stadion, mooi veld. Dan kan je alleen maar genieten. En halve finale Champions League, dat is niet voor veel weggelegd. Dus ik kijk er heel erg naar uit. Snap ik dat? Je hebt dan Madrid, dat versla je. Dan kan ik me voorstellen dat je nog niet met je hoofd een beetje al bij de finale zit. Dan heb je op een gegeven moment Juventus. Dan kan ik me ook voorstellen dat je nog niet met je hoofd bij de finale zit. Maar nu alleen Spurs nog in de weg staat, durf je ook al een beetje te dromen over die finale? Kun je dat weghouden uit je hoofd? Ik denk dat alleen, dat hoef je niet te noemen, denk ik. Want de Spurs is nog steeds een fantastisch team met geweldige spelers. En we zullen top moeten zijn, willen we hun verslaan. En zullen we hetzelfde niveau aan moeten tikken als de twee tegenstanders hiervoor. Maar ik kan me voorstellen dat je wat je voorheen niet had, dat je dacht van, er staat nog maar één tegenstander tussen ons en die finale. Dat dat nu wel een beetje het geval is. Ja, tuurlijk. Dat moment komt steeds dichterbij. Maar wij focussen gewoon op onszelf en we zullen top moeten zijn, willen we hem verslaan. Ik heb trainer de vraag net ook al, het gaat er al twee weken over. De hele tijd vingerwijzen, bij jullie wordt gezegd, we zijn geen favoriet.
favoriet bij Tottenham roept. Nou, hij is echt favoriet. Hoe belangrijk is het en maakt het iets uit? Maakt het jou iets uit? Doet het iets met je? Nee, dat is alleen maar speculeren vooraf. En degene die favoriet is, die zal het moeten laten zien op het veld, denk ik. En dat is het belangrijkste. Erik, die tactiek kunnen we dus al staan achterwege laten, dat teams dat altijd willen roepen of willen doen. Zij het al, de waarheid ligt op het veld. Er zal een bepaalde bedoeling achter zitten. Nogmaals, wij doen het op onze manier. Kun je mij even doorgeven? Oscar, from 11 Sport in Portugal. Donny, for you. After those two games against Benfica, the second one in Portugal, you felt, as a team, that this dream would be something possible. Yes, I think... of Nederlands. Nee, dat was een... bij Fika misschien speelden we niet eens misschien onze beste wedstrijd. Maar daarna zijn we wel steeds meer gaan geloven. En we zijn nu zover. En we nemen nergens genoegen mee. Nu gaan we ook vol voor de winst. En de focus zal gewoon liggen op de dingen die we hiervoor ook steeds gedaan hebben. No more questions. In the corner. A question for Donny. Mike from Germany, Sky Germany. Donny, does it affect you, or is it kind of a special motivation to know our time is now, our chance is now, knowing that the squad will definitely not the same next year? Ik denk, tuurlijk. Voor mij nog steeds Tottenham is fantastisch. Wij zitten in de goede flow, maar dat zullen we vast moeten houden. Die flow willen we prijzen pakken. Daar ligt onze focus. Ja. Dick, jij had nog een vraag? Can you give it to Rose? Yes, thanks. Heb je hem, Dick? Jij gaat hem. Pak hem maar. Go ahead. Erik, even over je centrale verdedigingscentrum. Deli Blind en Matthijs de Ligt. Er wordt veel gezegd dat zij complementair zijn aan elkaar. Dat ze elkaar aanvullen. Kun jij vertellen hoe ze dat doen en wat daarin belangrijk is voor Ajax? Ja, zeker. En dat is ook met een bepaalde gedachte samengesteld. Het is in ieder geval, zijn ze beide zijn hele intelligente personen. En waarbij denk ik de één, die brengt ook heel veel kracht mee en heel veel snelheid mee. En die ander die moet het nog veel meer hebben. Van het spelinzicht en van de techniek. Daar vullen ze elkaar denk ik ontzettend goed aan. En dat geldt denk ik zowel in balbezit als ook het defensieve. Denk ik dat ze heel erg aanvullend aan elkaar zijn. They really do play really well together. Heb je nog meer vragen, Dick? Do you have any more questions? No? Heb je een microfoon al? Nee. Do you have a microphone? Can you bring here? Your phone to the first row, please? Thank you. Ja, Erik, een vraag voor zowel u als Donny van den Beek. Ben het professor naast voetbalprimeur. Hoe verklaar je eigenlijk dat Ajax dit seizoen nog steeds geen Europese uitwedstrijd heeft verloren? Has not lost a single European match this season? Omdat we een goed team hebben. En altijd een goed plan hebben gehad. En er is dan nog altijd geen garantie dat je geen wedstrijd kunt verliezen. Want dat is ook mogelijk. Zo hebben wij ook denk ik tegen Real Madrid thuis. Misschien wel een van onze betere wedstrijden gespeeld. Maar desalniettemin verloren. Ik heb het een aantal keer gehad. We moeten beter. Wat bijvoorbeeld beter kan is de effectiviteit, het rendement wat we uit onze kansen halen. Want je weet Europees gezien. En dan ga je niet heel veel kansen creëren. En dat betekent gewoon dat je ontzettend scherp moet zijn in de afronding. En dat ontbrak er bijvoorbeeld thuis in Madrid al. En ik denk dat we bijvoorbeeld in Turijn, was het 2-1, maar had de uitslag ook vele malen groter moeten zijn. En daar moeten we ons heel erg van bewust zijn, want wil je succes hebben. Ja, hoe verklaar jij dat, Donny? En hoe verklaar je dat, Donny, misschien? Nou, ik denk dat onze kracht ook vooral ligt in... we hebben kwaliteit, jonge, oude spelers. Maar ik denk ook dat we echt een team zijn. En dat laten we elke keer zien. Als de een net zijn dag niet heeft, wat dan ook. Dan gaat diegene werken en dan doet die andere het. En dat zo werkt het, denk ik. En dat is een kracht van ons. Mag ik nog een vraag? Ik vond teruggeven. Donny, er is heel veel gezegd over jullie fitheid. Je had het net over de flow. Vond je het wel lekker dat je een week vrij was? Of was je liever...
Were you happy to have had a week off, or would you prefer to? Ja, ik vind het altijd lekker om veel wedstrijden te spelen. Dus, maar ik denk nu deze periode was het misschien wel goed dat we een week rust gehad hebben. En, maar dat zal morgen moeten blijken hoe goed we zijn. Dus. Maar ik denk altijd goed is dat je, misschien voor een keer een week rust is helemaal niet erg. En, maar veel wedstrijden achter elkaar spelen, ja, dat is ook top. Gijs, je hebt een vraag. Ja, meneer Ten Hag, ik heb een vraag. Yes, Mr. Ten Hag, I have a question for you. Het gaat altijd over patronen. En ik las op Twitter dat heel veel fans daar hun bijgeloof delen. That, heb jij nou een speciaal bijgeloof dat je altijd dezelfde onderbroek aantrekt voor een championship wedstrijd? Kan ik je niet mee helpen? Ik geloof vooral in mijn team. In de spelers die op het veld staan. Dat ze het plan opzetten wat we voorgenomen hebben. En dat ze ook kunnen anticiperen. Dat ze eigen beslissingen nemen. Op het moment dat het niet zo mocht zijn. En daar heb ik vertrouwen in. Doe je ook zijn bijgeloof? Donnie, do you have any superstitions like that? Nee, niet echt. Niet speciaal. Ik ben vaak wel de laatste met de warming up of zo die, die aankomt lopen. En dan zeggen die jongens een beetje tempo maken. Maar ik doe het al het hele seizoen, dus dat zal ik nu ook vast blijven houden. Ja, kun je hem twee rijen naar voren geven, naar die meneer die zijn hand mag? Dankjewel. That gentleman over there. Goeie collega's, mooi. Mauricio Pochettino claims that Ajax have unfair Champions League advantage because your game postponed in the weekend, but Tottenham played here at West Ham United. What did you make of that? Yeah. Ook daar kan ik niet zoveel mee. Again, maar really er zijn altijd verschillende omstandigheden. Zo spelen wij in de Eredivisie. Moeten wij het doen met 10 miljoen televisiegeld. En mag Tottenham, die heeft 200 miljoen televisiegeld. Ja, wat is dan unfair? Het zijn de omstandigheden, daar moet je mee dealen. En dat doen wij dan ook. We nemen het aan zoals het is. Ja? Helemaal achterin, on the back. Dus final question from there, and then we end up here. Thank you, Ayoub. Sympathetic. Coach, after such an impressive performance against Juventus and Real Madrid as well, would you say that your team has reached its peak, or is there still a higher level that you could find in this coming month? Ik denk dat het nodig is. Hè. Maar dat is wel ons motto. We willen iedere keer beter. En nu we in de halve finale zitten tegen een hele sterke ploeg als Tottenham. Die zullen we beter zijn als Real Madrid en als Juventus. Dan zullen we beter moeten om de volgende stap te zetten. En dat is waar we voor werken. En daar zullen we alles voor geven. Ja, Bas, we eindigen hier bij jou. Bas? Met een microfoon. Is there a microphone around in this corner? Oh, hier. Can you please hand open? Thank you. Don, laatste voor jou. Juve en Real begonnen we thuis. Nu begin je met een uitwedstrijd. Maakt dat verschil? You started at home. Now you're starting with nee, ik denk does het niet. No. I don't think so. Dat vaak zeggen ze van, je kan beter eerst uitspelen dan thuis. Maar ja, de vorige wedstrijd is dat anders geweest en is het, heeft het goed uitgepakt. Dus ja, voor mij maakt het niet zo heel veel verschil. Dus ja, dat... We moeten gewoon een goed niveau halen. Dat is het allerbelangrijkste. Daar laten we het bij. En zoals gezegd, de training is open. Dat gaat via die deur, heb ik me laten vertellen. Tot straks. Open for everybody, and we are going to leave by this door. And I'll see you in a minute.